Hey kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe episode van mijn Pokémon Platinum Nuzlocke en ik ben hier alweer met Jelle, hallo. Hallo. En ja, vandaag gaan wij een nieuwe Pokémon vangen, dus even kijken, ik ga eerst even met deze emu vechten hier. Nee, die wil niet vechten. Nee, wil die niet vechten? Hij heeft de Pokéball voor neergelegd achter. Oké, dan ga ik hem even pakken. Pasei. Oké, ik heb een potje gevonden, geweldig. Altijd handig. Altijd nice. Oké, zo. Nou, hopelijk is de lag een beetje gefixt. Ik heb wel het gevoel dat het wat is opgelost. Ja, oh mijn god. Nee! Nee! En je moet ook nog al die clowntjes hier gaan zoeken, hè? Oh god, die clean clowns. Clean clowns. En je moet ook naar die Pokémon school en alles. Oh god, dan krijgen we dat met Looker en alles. Oh, daar heb je zo geen zin in. Donder op, echt waar. Het is gewoon de logica. Het hele verhaal, kijk, ik vind het op zich wel leuk, maar... Het is ook best wel een goed verhaal op zich. Ja, maar ik vind gewoon dit soort sidequests met die hele Looker en zo. Op een gegeven moment hoor je daar ook helemaal niks meer van, hè? Met de Clean Clowns en zo. Ja, met de Clean Clowns, dat boet me helemaal niet. En dat Iron Island of zo, waar je Lucario vindt. Ja, zoiets. Nou, oké, het is alleen handig om Lucario te krijgen, maar goed. Ja, oké. Kijk, nu heeft hij weer een request voor mij. Kan ik weer allemaal dingen gaan doen en... Moet ik weer Team Galactic verslaan en al dat soort shit. Ik wil gewoon een nieuwe Pokémon, hè. Jezus. Don, opgedonderd. Internationale politie. Here is the trainer school. Oké, dat boeit me niet. Het enige wat ik wil, ja, is gewoon even kijken hoe het met mijn Pokémon is. Oké, die is nog helemaal full health. Nee. Pek, oké. Becky. Nou, eerst maar naar de trainerschool en dan gaan we daar maar eens even wat mensen in maken. Die kerel met zijn Abra. Jee. Trigger of verkeerde knop. Ik heb een X-Attack. Wauw, boeiend. Oké, nou moeten we hier even met die emu praten. Hey Karel, oh, gaat je studie? Ja, gaat heel goed. Ik heb het voldoende gehad. Geweldig. Eens even kijken. Goed. Battle. Ja, laten we maar even lekker gevechten met het klaslokaal. Ik vind het helemaal goed, jongen. Nee, je hebt een pakketje naar hem gebracht. Oh, toonmap. Ik heb een toonmap gekregen. Oké, oh, ik heb een toonmap, ja. Ik heb de toonmap in de pocket. Oké, GG. Orbex City is nearby. Ja, oké. Ik moet nog wel even de Bidoo vangen. Ik hoop dat ik nu of een Bidoo of een Bidoof vang. Ik hoop een Bidoo natuurlijk. Gewoon een B-Pokémon. Ja. Nou, gaan we even met de Killie vechten. Wat heeft die Abra of zo? Oh, hey. Een Diamond heeft een Abra. Hij heeft hier volgens mij iets van een Starly of zo. Oh, I knew it. I knew it. Van Red Slash dat je kan volgens mij dus een kleine kans dat je een Abra tegenkomt. Nou, die kun je hier gewoon vangen s'nachts. Ja, s'nachts is natuurlijk. Wat wel chill is, zeg maar, hierbij. Maar wat ik denk ook weer niet echt chill is. Is dat het. Ja, een soort van verandert. Want als het hier bijvoorbeeld 5 uur is, dan wordt het hier ook echt nacht, hè? Ja. Maar dat is in de Nuzlocke eigenlijk best wel kut. Want je kunt alleen maar Pokémon s'nachts vangen. Dus dan moet je gewoon s'nachts gaan opnemen. Dus ja, dus niet. Of je zet je computer in de zin. Oh ja. Yeah. Nou, oké. Nou, Mokito die gaat denk ik wel even weer vandaag. Holy shit, dat is lekker volgens mij. Wow, maar niet genoeg, verdorie. Gewoon 72 gespeeld van een Starly. Starly is echt wat chill als je hem helemaal Wing Attack leert, hoor. Ja. Nou, dan moet ik eerst dit 5 hier verslaan, want dan krijg ik van die kerel een X-Attack ofzo. En ik moet natuurlijk ook niet zo'n vliegende water Pokémon hebben, want anders dan moet ik steeds lopen, dan heb je zin in. Wingull is echt mijn water. Ik haat Wingull, dat is zo'n vermikte pelikaan, man, alsjeblieft. Pelipper. Die is zo kut. Wat zijn er nog meer van vliegende waterpokémons? I don't know. Shellos niet, nee. Shellos is cool, jongen. Ja, maar die kan niet vliegen. Nee, maar die is wel lui. Ja, jongen, die kan heel veel water aanvallen en mud en zo. Ja, Shellos, die is niet cool, echt. Die evaluatie daarop, hè. Ja. Die is wel cool. Goed, je voor ja. I don't know. Oh, kijk eens aan, ik ben geleveld. Yay, voor 11. Jee, oké, goed. Level 11, oké. Bom, bom, bom. Player defeated. Schoolkindje Christine. Jee. Nou, level 11. Met het huis die van een. Klein meisje doodgemaakt. Ja. Ja, GG, zie je nooit meer terug. Oké. Mag ik nou even €300? What? Ja, dat heb ik niet. Ja, per voor jou.
Eigenlijk is Pokémon gewoon het vreedste spel ooit. Ja, echt. Ik maak gewoon Pokémon verkleine mensjes dood en alles. Oh, dat was leuk. Nou, ik krijg een potion. Geweldig. Je kunt ook overal Master Balls vinden, hè? Echt? Ja, dat gras en alles. Moet je item finden. Dat, dat doet die Gigakis volgens mij van Dust David Games. En gewoon heeft hij zo'n 12 Master Balls gevonden of zo. Ja, wel dat je de Rare Candies mee kan vinden. Ja, Rare Candies zijn echt handig voor als je Pokémon level 99 is of zo. Dat zeker. Nou, gaan we even... Oh, nee, niet die Downy! Met zijn brede hoofd. Echt? Wil je een Poketch hebben? Ja, ik wil een Poketch hebben, ja. Eerst in de Klinikloads. Ik wil de Klinikloads zoeken. Nou, ik rest in Pokémon eens even heel. Ik rest even de Sister Joy even... ja, hallo tegen zeggen. Ik snap hun twee daaronder niet, hè? Nee, ik ga gewoon maar zeggen over dat je samen kan ruilen met elkaar kan betten of zo. Ja. Zo, heel eens even met Pokémon, Sister Joy, zo. Toen ik de eerste keer speelde, dacht ik dat er twee mensen met de accordeon waren. The fuck. Nee, ik wil niet nog een keer. Would you like no? Nog een keer de hele dialoog. Nog een keer de hele dialoog. Oh my god. Kan ik nu eindelijk even Pokémon vangen, alsjeblieft? Nee, maar dit is de Klinklans. Nee, fuck de Klinklans. Rechts. Nee, ik wil eerst een Pokémon. Lees dat bordje. Ja, lees dat bordje hier lezen. Nee, niet die. Nee. Daar, dan. Die. Die? Ik wil de opzet. Tetanus. Nee, condominions. Ik dacht. Condominions. Oké, nou goed, we gaan eerst even hierheen. Oeh, welke was het? Oeh, water op Pioef, kom op. Starly. Een Starly en een vrouwtje ook nog. Sad face. Nou, dan moet ik. Oh, nou ja. Maar, ja, verschrikkelijk. Aan de ene kant wel, ja. Ik ga hem wel vangen, even kijken. Back. Nou, ik ben er aan de ene kant ook wel blij mee. Starly is op zich wel een hele goede Pokémon. Pokéballs, let's go. Oh, come on. Hoe zullen we de Starly noemen? Wat dacht je van Plofcap? Michael ook wel leuk. Oh, wat is dit nou? Ik zal gewoon een keer een scratch. Ja, zo Ember. Fuck! De Ember is die in één keer dood. Ja, dat ook weer niet echt volgens mij. Ik zou eigenlijk wel denken, want die zit gewoon in Verne, man, de fik. Ja, oké. Okay. En zo staal je. Ja. Oh, dat is ook close dit. Oh, prachtig. Dat moet het wel doen. Pokeball, zo. Zo, nou, kom maar op. Plofkipje. Geef mij even de plofkip. Pew, pew. Pew, nice. Ik heb een Starly. Starly. Yay. Starly was caught. Starly Stadium was absoluut goed. Oh, weet je nog gisteren met die kroephoek? Oh ja. Dat was opvallend. Hij weegt nog niet eens 2 kilo. Stond er net bij. Oké, okay, ja, ik moet iedere Pokémon een nickname geven. Goed, wel. Starly's nickname. Plofcap. Plofcap is dat. Ja, plof zo toch, of niet? Ja. En dan plofcap. Anders stond het volgens mij plofcap of zo. Plofcap. Als ik het verkeerd schrijf, is jouw schuld. Volgens mij schrijf ik plofcap. Ja, oké. Okay. Is op ja. Plofcap. Misschien krijg je een plofcap. Zo, nou, nu heb ik plofcap. Boven. Wat? Nee, ik ga eerst even die Starly helen. Oh ja. Lijkt me wel zo handig. Zo. Klinklown. Donder op je Klinklown. Dus even kijken. Nou, even helen. Die vrouw met dat groene haar op weer. Kan ik hier niet nog een Pokémon vangen? Ik kan hier volgens mij heel veel Pokémon vangen, of niet zo? Komt er een Pidgeot, volgens mij? Een Kruktot? Krikketot is echt gewoon de waardeloosste kut Pokémon ooit. Ja, vooral bide. Bide. Ja. Nee, niet bite, maar bide. Bide. Ja, B-I-D-E. Even kijken, ik kan hier ook een Magic Cow vangen. Dan krijg je gewoon een storing of zo. Zal ik nu eens even achter de clean clown en zeggen met de Poketch of wat? Ja, dat is echt wel handig, denk ik. Oké. Ja, eigenlijk wel. Kun je zien hoe laat Ronald alles opneemt? Ja. Loopt enorm achter, maar oké, dat gaat niet op. Nou, hoppakee, ding ding. Ik gewoon. Ik ga gewoon even skippen zo. Het is gewoon elke keer ja. Het is gewoon altijd ja, jongens. Als je deze playthrough. Nee, ik blijf nog een keer buiten. Nee, opdonderen met die rotzooi. Opdonderen met die kutclown, echt serieus. Clean clowns. Zal ik deze aflevering noemen? Clean clowns. Nee, oké, even hier naar boven toe. Dan is hier nog clean clown. Zie, wist ik wel. Ik wist het wel.
Ik ben een pokertjes campagne clown en ik verkoop. Ja, dat weet ik niet weten. Oké, dan geweldig. Ik verkoop dit, ik geef mensen gratis papier. Ik geef mensen gratis papier, oh geweldig. Dat je die op de grond kan gooien. Ja. En het valt dus maar op. Moet je even kijken, die kerel die staat er zo voor bij de. Voor de ingang, echt zo. Alle mensen er binnen. Hé, wat erin? Ja. Nee, is voor mij. Ja, nee. Ja, Andries. What the fuck? Je mag toen niet langs. Je mag niet langs, joh. Kijk, je kunt er gewoon, niet langs, hè? Dat dacht ik al. Dan moet ik even die andere Downy vinden. Mij is die daar. Ja, die is, oh nee, is niet terug, hè? Ja. Die kans. Nou, blijf stil staan, jij begon. Hey, ik ben ook een clown. Je clown. Ik wil graag even dit voor jou geven. Oké, wat is het antwoord? Ja, je moeder. Oké, dan geef maar dit. Oké, jee, coupon 2. Dan moet je even naar die andere dude heen. Zo, oké. Met zijn hoofd. Ja, met zijn hoofd, jongen. Zo. Waar is hij ook hier? Hey Dood. Weet je waar hij wel een beetje op lijkt? Reggie. Nee, Elvis Presley. Ook wel. En dat is wat aan het doen. Jee, Poketch. Eindelijk niet meer kijkers daar wat. Klokje. Klokje. Het is, ja, dat is verdomme nog zo laat ook nog. Geweldig, nu kan ik een nieuwe Pokémon vervangen. Welke apps heb je nog meer erop dan? Welke apps ik er nog meer op heb, even kijken. Ik heb dit. Pokemon. Kijk, die maken geluidjes. Dan heb ik dit. Stap tellen. Rekenmachine. En dit weer. Oh! Yeah! Gaat ik een licht geven, jongen. Ja. Even kijken, goed. Nu kan ik hier nog een Pokémon vangen. Nee. Oh, dan heb je die Emu. Dit is dat gevecht. Oh, boeiend. Maakt niet zo heel veel uit eigenlijk. Win ik wel. Kijk, helemaal blij dansen. Sorry, gewoon een paar keer Ember. Gewoon twee keer Ember, die staat hier gewoon dood. Ik heb een Boekito van level 11. Maar daarna komt wel die Piplup. Maar die kan nog geen water aanvallen, hè? Niet? Nee. Kijk. Truster en oh, growl. Oh, wat ik ben daar blij mee. Tom is ook echt zo'n handig aanval, hè? Je zit zo in je hand zo. Zo en dan, ja. Kom je maar eens even hier, man. Kom maar eens even hier. Zo. Echt, ik ben echt niet bang voor Stalies. En voor die Piplup eigenlijk ook niet, want hij kan. Ja. Nee, het is voor de pinguïn. Oh, dat voor een pinguïn, man. Een Boekito, jongen. Ja, ik doe een key battle, want ik ga mijn Staly niet gebruiken. Oké, okay, oh, Peplup, level 9, jongen. Ember heeft niet echt zin, dus doe Scratch, denk ik. Doe best wel wat damage, kijk. Niet veel, maar. Nee! Jezus, zal ik eens Ember doen? Gewoon eens om te kijken hoe dat verloopt. Ja, doe maar gewoon een keer. En zo. Critical hit! One shot! Oh, het doet meer dan. Tingy met Jack. Huh? Dit doet meer en het staat, it's not very effective. En I mean, je doet Scratch, je hebt minder, staat gewoon niks bij. Ja, yeah, nou. Logic. Wauw. Ik ben echt nu niet bang voor dit ding. Hij doet gewoon steeds grauw en verlowert mij. Of ja, even verlowert mij, defense wat. Volgens mij heeft die Pound gewoon verleerd of zo. En dan kunnen we helemaal grow. Wauw. Dit is de eerste keer dat ik gewoon dan win zonder dat hij een aanval doet. Gross. Dat ik het stuk al eens wel 5 keer heb gedaan, of op mijn DS of zo. Oh god. Goed, nou volgens mij. Ja. Nog één HP! Oh mijn god, hoe? Gewoon een scratch doen. Gewoon niets. Gewoon geen Ember. Gewoon Ember, jongen, ik ga gewoon even overkill. Oh. Overkill. Ik zou zo cool als je achievements kon krijgen, zo overkill en zo. Ja. Weet je wel, dat zou echt gewoon chill zijn. Dan heb je een achievement hier, Turkey. Ja. Defeat a Starly with Ember. Nou, volgens mij levelt Boekito nou. Ja, hij level evolueert, bedoel ik. Level 12. Oh, player defeat, dat hoeveel geld krijg van die Emu. Ja, je hebt verloren. 900 euro, yeah. Nee, ah. Dat is level 15. Ik heb verloren. Stuff is dat is nou ga ik hier nog even Pokémon vangen. Even kijken. Of nou nee, weet je wat jongens, ik ga die belaat voor vandaag. Ik vond het wel lang genoeg eigenlijk, 50 minuutjes helemaal prima. In de volgende aflevering gaan wij 2 Pokémon's vangen. Een Pokémon die kant op en een Pokémon die kant op. Toch, daar zit een beetje kaart. Daar zit een beetje kaart. Ja oké, okay. Nou jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Like even, abonneer even. En wel het ook even een leuke comment achter. En wel dan zien wij jullie later. Dus ja, later mensjes. Ajoe.